Toen ik wist van, hey, er is brand gesticht bij ons, toen stonden wij op de overlopen. Toen zei ik tegen mijn broer van, nu zijn ze bij ons geweest. Dat was het eerste wat ik zei tegen mijn broer, nu zijn ze bij ons geweest. Het is ongekend wat hier is gebeurd. Wat er aan angst in die samenleving is gekropen, is gigantisch. En dat kennen we niet, hebben we niet eerder gezien. Kook komt denk ik overal wel voor. Maar de duur deze kwestie die is wel enorm. De Gelderse Bommeler Waard, in het zuidwesten van de provincie. Al 2 jaar lang wordt dit gebied geteisterd door aanslagen. Die richten zich op medewerkers van Fruithandel De Groot in Hedel. Bij dat bedrijf doen medewerkers meerdere cocaïnevondsten. Mei 2019 gaat het zelfs om een vondst van 400 kilo met een straatwaarde van miljoenen euro's. Net als bij vorige vondsten neemt de directie contact op met de politie. Maar kort daarna sturen criminelen ineens dreig-sms'jes naar de top van het bedrijf. Beste William, bij deze laten we jou weten dat we jou en Ben persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. We weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt 3 dagen de tijd om te beslissen. Die dreig-sms'jes zijn nog maar het begin van een afpersingscampagne. De politie pakt al snel 5 personen op verdenking van het versturen van de tekstberichten. Die verdachten krijgen, terwijl ze in hun cel zitten, hun voorlopig strafdossier overhandigd. Maar dan gaat het mis. Een medewerker van het Openbaar Ministerie voegt per ongeluk een lijst met adressen van medewerkers van De Groot toe aan dat dossier. Die lijst wordt de gevangenis uitgesmokkeld. En daarmee hebben de criminelen goud in handen. Een paar maanden later vindt een postbezorger een handgranaat in het centrum van Kerkdriel. Dus ik liep naar het ding toe. Ik zeg, dat is toch een handgranaat? Wat ben ik nou achterlijk aan het worden? Na de handgranaat volgen in 1,5 jaar tijd meer dan 30 aanslagen. Vooral in plaatsen als Hedel en Kerkdriel. En altijd op adressen die op de een of andere manier tot de medewerkerslijst van De Groot te herleiden zijn. Het onderzoek naar de nieuwste bedreiging is nog in volle gang. Vannacht rond 2:30 is deze voordeur in brand gestoken. Diverse bronnen bevestigen dat het gaat om huizen van mensen die bij het bedrijf betrokken waren. De vlammen konden snel gedoofd worden, maar de schrik is er niet minder om. Henry staat als oud-medewerker van De Groot ook op die beruchte lijst met medewerkers. En dat zit hem niet lekker. Terwijl een eerste reeks aanslagen de samenleving verstoort, begint hij zich zorgen te maken. Ik voelde me daar gewoon niet zo fijn bij. En dat is ook de reden, zeg maar, dat ik eigenlijk gelijk tegen mijn broer heb gezegd van, we moeten zelf ook actie ondernemen met een advocaatpak of zo. Dingen gaan beveiligen, van zelf camera's ophangen en dat soort dingen. Dus van, stel dat er iets gaat gebeuren, dan je weet het niet, weet je wel. Justitie heeft al vanaf het begin van het onderzoek een beeld van de dadergroep. En 1 man springt er daarbij uit. Dat is de hoofdverdachte, Ali G. De opsporingsinstanties zien hem als de opdrachtgever, de persoon om wie het draait. Hij zit op een paar maanden na al vast sinds 2019. Maar ook nadat hij vast kwam te zitten, gaan de aanslagen door. En mogelijk heeft hij dan ook opdrachten gegeven vanuit de gevangenis, stelt justitie. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de terreurcampagne in de richting van de familie De Groot. Het feit dat de voorlopige hechtenis nu weer gecontinueerd wordt voor de hoofdverdachte geeft aan dat er een ernstige verdenking is. De familie De Groot wordt sinds de afpersing beveiligd en leeft als gevolg van de toegenomen dreiging maandenlang op schuiladressen. Bang om naar het werk te gaan, bang om thuis te komen, bang om te gaan slapen, bange partners, bange kinderen. Overal in de Bommelerwaard komen camera's te hangen. Gevolgd door politiecontroles langs de A2. Heel triest. Ja, ik hoop dat ze kunnen pakken. Want het is gewoon, mensen hebben geen leven meer.
geweld in deze zaak is echt extreem. En tegelijk kijk ik ook breder dan deze zaak en zie ik ook op andere gebieden en in andere zaken soortgelijke dingen gebeuren. En dan moet ik denken aan de moordaanslag op Peter de Vries, de moordaanslag op Dirk Wiersum, hadden te maken met een andere zaak. Maar het zijn allemaal voorbeelden van een georganiseerde criminaliteit die echt om zich heen slaat en ook de bovenwereld raakt, de normale mens. De opsporingsautoriteiten onderscheppen in 2020 ruim 40.000 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam. Een stijging van 7.000 kilo ten opzichte van het jaar daarvoor. Nederland is hierdoor een grote speler geworden in de internationale drugshandel. Ja, ik denk dat dat stempel erop is te plakken. En zeker ook dat Nederland als narco-staat staat, dat je daar toch wel eerlijk over moet zijn. Dat we dat voor een deel wel zijn geworden. Wat betreft hoe grootschalig, hoe verruwd onze criminaliteit is. Met name die rond cocaïnehandel. Het begint trekjes van terreur te krijgen. Zeker als een deel van de bevolking zich hierdoor echt in angst leeft. En ik denk dat we dat toch wel kunnen zeggen. Heel regionaal voor deze zaak en voor de zaak van de Vries en Wiersum. Nou, dat raakt de hele samenleving. Nederland is een logistiek knooppunt in de wereld. De Rotterdamse haven, daar komen ik weet niet hoeveel lijntjes overal uit de wereld. Dus in die zin is het logisch dat er in Nederland dat soort handel is. En blijkbaar zijn er dus ook in Nederland genoeg mensen die daaraan gelieerd zijn. We weten dat waar die vermenging van boven- en onderwereld plaatsvindt, dat is een wereld van makelaars, accountants, notarissen en misschien ook wel zijn lijntjes naar de politiek. Maar die laatste, die moet zich daar verre van houden. Kijk, hier heb je weer een van die camera's die vlakbij de oprit staan. Nog altijd hangen ze er. De camera's bij de in- en uitvalswegen. Kees van Drunen rijdt er dagelijks langs. Nou, ik denk ook wel eens een keertje als ik daar voorbij rijd van, ze staan, die camera's die hier staan, die staan er nu al wel heel erg lang. En dat is om die te zien of die bewuste groep misdadigers, of die hier binnenkomt of niet. Maar we worden al anderhalf jaar hier goed bekeken. De Bommelerwaard leeft nu al 2 jaar lang met aanslagen. In de straat bij mijn zus is ze geschoten. Ja. En dan zegt ze wel van, ja, dan komt het wel heel dichtbij. Het is wel een beetje eng allemaal. Ja? Als je die verhalen allemaal hoort, zeg maar, van die aanslagen en zo. En nou was het hier toen in het dorp, zeg maar, hier bij de HEMA was een aanslag toen gepleegd. Ja. En er weer ook weer een granaat hier ergens voor de deur gelegd. Ja, het, niet zo lekker een gevoel allemaal. Ik vind het heel erg dat ze de adressen van die mensen hebben. Allemaal onschuldig. Die kunnen er niks aan doen. En dat vind ik gewoon heel erg. Ze moeten dus de bovenste top hebben. Groot alarm gisterochtend. Toen er bij een appartementencomplex in Kerkdriel een handgranaat gevonden werd. Eerst was nog onduidelijk voor wie de granaat bedoeld was. Misschien voor de burgemeester, die ook in het appartementencomplex woont. Er lag op een gegeven moment, ochtends vroeg om 4:30 achter een handgranaat voor de deur. Dus ik dacht toen wel zelf, joh, het is voor mij, omdat ik toen ook net een camping aan het ontruimen was. Het deurvencentrum is afgezet, meerdere huizen zijn gebruikt en die granaat die staat dus op scherp. Dus het is echt een behoorlijke. Maar ik wist ook dat de bedreiging speelde bij de fruithandel. Dat was niet publiekelijk bekend, maar ik wist het al wel. Dus het was of voor mijn buurjongen, die heet toevallig ook de Groot, dus van de fruithandel, of het was voor mij. Totdat bij het krieken van de dageraad, zeg maar, bij de brievenbussen met graffiti nummer 99 gespoten stond. En dat was zijn huisnummer. Dus er was eigenlijk duidelijk bij het ochtendgloren dat het voor mijn buurjongen was. Ja, laat ik dit zeggen. Kijk, je wordt op dat moment geleefd. Hè? Want je hebt gelijk toch, er wordt actie ondernomen, heel het gebied wordt afgezet. Je moet mensen op gaan vangen. Je moet wat dat op dat moment speelt weer terugbrengen aan de mensen die hier opgevangen zijn. Wanneer kunnen ze weer naar hun woning? Dus eigenlijk, zeg maar, wat het voor je persoonlijk een impact heeft, komt s'avonds pas als je op de bank zit.
Ja, dankjewel Lieke. Nou, zoals jullie weten zijn we vanmorgen om 5:30, 5:45 gewekt door de politie. In verband met een gevonden projectiel, in dit geval een handgranaat voor de deur van de centrale. Na deze persconferentie bleef het lang stil rondom Henny van Kooten. Nu pas wil hij voor onze camera reageren. Is het niet ook zo dat Maastricht, zo'n eigenlijk redelijk landelijke gemeente in Nederland, problemen, grote maatschappelijke problemen, op zijn bordje krijgt? Ja, maar dit overkomt je. Hè? Dus er zijn meer bedrijven waar wel eens koken aangetroffen wordt. Alleen dat het zo lang aanhoudt, hè, want dat is toch al rijkelijk lang, dat is eigenlijk ongekend. En dat het zoveel menskracht vraagt, hè, want er zitten onnoemelijk veel rechercheurs op. Dus ik heb heel veel bewondering voor de politie en voor het Openbaar Ministerie. Want die trekken echt alles uit de kast om het op te lossen. Maar van deze omvang is eigenlijk ongekend. Dus ik ben daar uit het raam gesprongen. En in eerste instantie werd ik dus wakker door een raam wat kapot ging. Maar toen schoot mij wel gelijk naar binnen van oké, ze zijn nou bij ons geweest. Het is nou wat het is, weet je wel. In de nacht van 25 november 2020 gooit iemand vuurwerk en daarna een brandbom door de ruiten van de woning van de twee Hedelse broers Henry en Jan-Willem Sepers. De mannen worden in hun slaap gewekt en moeten vanaf de eerste etage naar buiten springen om aan de vlammenzee te ontsnappen. Hier ben ik terechtgekomen. Ik had wel in mijn hoofd van ik kan iets breken of zo. Maar als dat het ergste is, beter iets breken dan dat je helemaal verbrand vermengd bent, weet je wel. Ja, dat was, zo stond ik er ook eigenlijk in, van ik moet er gewoon uit, weet je wel. Henry wordt met botbreuken en brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De wonden zullen helen, maar het trauma blijft. Ik wist natuurlijk dat er brand was gesticht en ook dat er een explosief naar binnen was gegooid. Alleen ik had nog geen flauw idee, zeg maar, van hoe het eruit zag, weet je wel. Dus ik kwam op een gegeven moment kwam ik hier voor en ik stond achter het hek. Door de bouwhek stond ik naar de woning te kijken. En toen kreeg ik gewoon kippenvel en een hele koude rillen over mijn rug. En toen besefte ik pas eigenlijk dat mijn broer en ik echt heel veel geluk hadden gehad. Dat we eigenlijk gewoon dood hadden moeten zijn, zeg maar. We hebben onderdak, dus we zijn heel blij dat we iets hebben. Maar het liefst, als het aan mij gelegen had, had ik nog gewoon het liefst in onze woning gezeten. Ja, door een stel, hoe moet ik het noemen? Jongens die eigenlijk niet weten wat ze gedaan hebben, zitten wij hier nou in, weet je wel? Je komt wel op een punt waarbij je denkt van, telt de mensenleven nog wel? Hè? Pak die woning met de twee broers die bijna omgekomen zijn in die brand. Ja, dat vind ik toch wel van ongekende proporties. U werkt hier bij De Groot? Ik werk bij De Groot, ja. Busjes van de douane, politie. Er wordt hier gezocht. Weet u wat er aan de hand is? Waarschijnlijk zijn ze op zoek naar drugs die verstopt is in de groente en fruit. De Groot is een bedrijf dat al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw tropisch fruit importeert uit Zuid-Amerika. Justitie geeft aan dat het importbedrijf, ondanks de cocaïnevondsten op hun terrein, niets te verwijten valt. De Groot is immers altijd na de vondsten van de drugs naar de politie gestapt. De Groot is volgens mij een groente- en fruithandel die pa, misschien zelfs opa De Groot in Hedel had het al. En dat is steeds groter gegroeid. Kijk tegenwoordig bij de afrit wat voor een groot bedrijf dat er staat. Dat is een internationale handel geworden in fruit van elders. En daar hebben een flink aantal mensen hebben daar hun boterham van. Die werken daar, dat is hun werk. Politie hier op het terrein? Nog steeds en het gaat waarschijnlijk vanavond nog door. Bent u ook gefouilleerd bij het weggaan?
Nee, want ik heb er niets mee te maken. Heeft ook niks in de tas zitten? Nee, zeker niet. Alleen mijn broodtrommel die leeg is. Je zou maar bij een bedrijf werken. Je doet iedere dag netjes je werk. En je wordt in één keer geconfronteerd dat bij je er al vooruit geschoten wordt. Maar wat moeten we daarmee? Ja, goede vraag. Ik denk, zolang de cocaïne in de wereld is, ban je dit niet uit. En nou worden wij ermee geconfronteerd als Maasriel, in dit geval Hedel als kern. Maar dat kan net zo goed in West-Betuwe plaatsvinden. Dus zolang dat je met coke te maken hebt, ban je dit niet uit. Nu hebben die mensen uit Bommelerwaard, die zijn trots op hun fruitbedrijven. Ja. Zorgt voor heel veel werkgelegenheid. Maar het lijkt nog onlosmakelijk ook drugshandel mee verbonden is. Ja, het is in ieder geval een risicovolle sector wat dat betreft. En het kan op twee manieren gebeuren. Het kan ofwel gebeuren doordat het bedrijf of medewerkers uit het bedrijf daarbij betrokken zijn. Of ze kunnen ook gebruikt worden zonder dat iemand van het bedrijf er vanaf weet. Die twee smaken kunnen er zijn, ook in deze zaak. Als je bij zo'n fruitbedrijf werkt, dan kan ik me voorstellen dat de verleiding er is om met die drugshandel in zee te gaan. Ja, en ik denk dat je dat kan zeggen, dat die verleiding bestaat. Maar niet alleen bij fruitbedrijven, ook bij mensen die in de haven actief zijn, douane mensen, al die schakels die te maken hebben met dat cocaïnetransport, of in ieder geval die daarbij betrokken kunnen raken, ja, die zijn als het ware kwetsbaar. Omdat natuurlijk het geld wat het criminele milieu er tegenover kan zetten om een dienst te leveren is vele malen hoger dan wat jij in loondienst verdient. De Groot heeft tijdens de hele affaire de media niet te woord gestaan. Eind 2021 ligt er, na lang aandringen van ons, een uitnodiging om te komen praten met Ben de Groot, een van de twee broers die het bedrijf leidde. Ja, ik had gisteren ook al gebeld. En toen kreeg maar meer dan een kop koffie zit er niet in. De Groot is bang dat het imago door een camera-interview nog verder beschadigd raakt. Ook wil hij het politieonderzoek niet in gevaar brengen. Opvallend genoeg doen de broers de Groot kort daarna mee aan Parijs-Dakar. En staan daarmee volop in de belangstelling. Die navigeert op zich heel goed. Lekker rustig blijven, echt relaxed in de auto. Maar toch leuk doorgereden. Bestaat er eigenlijk de mogelijkheid dat medewerkers van het fruitbedrijf betrokken waren bij die cocaïnevondsten? Ja, natuurlijk. Dat is nog een scenario wat echt op tafel ligt. Dat de Groot of iemand binnen dat bedrijf hiervan wist, hiervan op de hoogte was. Dat is absoluut nog een scenario wat niet is uitgesloten. En dat kan echt nog zo zijn. Op dit moment richt het politieonderzoek zich in mindere mate natuurlijk daarop. Het richt zich nu met name op de afpersing. In de loop van 2 jaar pakt justitie in totaal 25 verdachten op. Daarvan zitten er op dit moment nog 15 vast. Vooral jonge mannen van rond de 20 jaar oud, afkomstig uit steden als Hilversum, Almere en Amsterdam. Henry kan zich goed herinneren dat hij oog in oog stond met de potentiële daders van de brand. Ze hebben ons al 2 keer gepolst en voordat ik door de poort was, reden hun al weg. Toen zat er een persoon, die zat ook achterin, want ze waren met z'n drieën. Dus er zaten 2 man voor en 1 man achter. En die had zijn raam half open en die riep iets naar mij. Maar dat kon ik dus niet verstaan. Maar terwijl die iets riep naar mij, deed hij heel dreigend wijzen. Echt zo van, jij moet uitkijken of zo, weet je wel. Zo kwam het ook over. Maar ja, ik schoot in de laag. Ik zei tegen mijn broer, zijn er nou voor pannenkoeken, weet je wel. Ja. Maar toen ging ik er nog vanuit dat het gewoon normale straatjongens waren of zo. Of jongetjes die een beetje aan het kloten waren. Maar achteraf bleek dus dat dat ook gewoon jongens waren die aan het posten waren voor eventueel iets, een aanslag of zo, weet je wel. Ja, maar zij redeneren niet dat ze gepakt worden. Dat is natuurlijk de denkfout. Zo denken wij. Wij denken in termen van risico's en pakkans. En zij hebben zoiets van, dat gaat mij niet gebeuren. Henk Verwerda bestudeert als wetenschapper het gedrag van groepen jongeren die in de criminaliteit belanden. Het soort jongeren dat ook in deze affaire actief is. Er zitten gradaties in, maar zeker op het moment dat je met een vuurwapen op een woning schiet, of op het moment dat je een handgranaat aan een woning hangt, dat geeft een bepaalde status aan de onderkant van het netwerk, zeg maar. Die zullen tegen je opkijken. En aan de bovenkant van het netwerk, als je dat doet, dan oogst dat wel weer waardering en heb je weer wat puntjes gepakt om erbij te horen. Je kunt iets, je houdt je mond als je gepakt wordt. Als je niet gepakt wordt, dan doe je het nog beter. Dus dan, dat levert wel credits op, absoluut. We hebben vaak onderschat dat op het moment dat de jeugdoverlast in de wijk rustiger afnam, dan was de burgemeester vaak blij, hè, van het gaat goed met de jeugdoverlast. Maar een paar van die jongens die waren heel rustig in de luwte
aan het doorgroeien. Hè? Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche. Dus die hebben we dan gewoon, die hebben we echt een periode gemist. En in één keer poppen ze dan op met een vuurwapen in hun hand. Of in de haven van Antwerpen met een gigantische hoeveelheid cocaïne. En dat is wel, denk ik, dat hebben we echt onderschat. Hoe die carrières eigenlijk verlopen, één. En ook twee, hoe die netwerken, ja, die LinkedIn van de misdaad, vind ik wel heel erg bijzonder. Dat eigenlijk gewoon werkt, net als in de gewone wereld. In een paar stapjes ben je bij iemand die je kan helpen aan, nou, vul maar in. Ook de 37-jarige hoofdverdachte Ali G. was tot voor kort onbekend bij de politie. Hij groeit op in Bussum en start diverse bedrijfjes op. Niet allemaal met een goed resultaat. In een faillissementsverslag dat in ons bezit is, komt naar voren dat Ali in 2015 voor 136.000 euro in het krijt staat bij zijn schuldeisers. Is hij een speler in het cocaïnemilieu, zoals hij zelf beweert? Of iemand die zijn kansen pakt, mede door een blunder van het OM. Ja, die lijst, daardoor is het natuurlijk wel makkelijker geworden om concreet te pinpointen welke mensen er bij dit bedrijf werken en daar ook iets tegen te ondernemen. Dus die lijst heeft echt wel eens een soort katalysator geweest voor aanslagen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar ik denk ook als die lijst niet in het dossier was gekomen, was er ook afgeperst met geweld. Dus die gang was al ingezet, maar door de lijst is het wel vergemakkelijkt, absoluut. Hoe kan het zijn dat een onderdeel van de overheid zo laks met spullen omgaat en dat je een lijst kwijtraakt, terwijl je eigenlijk al weet dat er mensen geliquideerd kunnen worden of dat er iets gaat gebeuren. Want er zijn sms'jes verspreid waarin wordt aangegeven of de familie gaan we iets aandoen of we gaan een medewerker iets aandoen. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtszaal haar excuses aangeboden voor het verspreiden van de lijst. Maar daar is het bij gebleven. Ja, blijkbaar kunnen ze er niks aan doen, zeggen ze. Weet je, ik vind het raar. Ik bedoel, heeft dan iemand van het desbetreffende bedrijf die lijst kwijtgeraakt? Is er iemand überhaupt geweest die eigenlijk helemaal niks met de zaak te maken heeft gehad en denkt van, oh, het is misschien wel leuk om die lijst ertussen te stoppen? Wij willen gewoon duidelijkheid hebben, weet je wel. En tot nu toe wordt het alleen maar omheen gedraaid, weet je wel. En er is ook niemand die de ballen heeft, echt gewoon helemaal niemand. Hè? Dat vind ik nog het ergste. Hè? Dat je gewoon overheid moet je eigenlijk het vertrouwen wekken aan de burgers. Dat je er voor hun staat en dat je er voor hun bent, zeg maar. Maar in feite zeggen ze gewoon tegen mijn broer en tegen mij van, fuck you. Henry verloor bij de brand vrijwel al zijn persoonlijke bezittingen. Waaronder een collectie van 10.000 vinylplaten, maar ook spulletjes die aan zijn ouders helpen herinneren. Een vriendin helpt mee met het terugvinden van de familiefoto's. Alles is weg. Ja, dan is het toch nog fijn dat er familie is of kennis of zo die dit dan af willen geven, weet je wel. Dus. Maar ik heb ook gezegd, en dat meen ik ook echt uit de grond van mijn hart, weet je wel. Al gaat me geld of alles wat ik heb, gaat het kosten. De waarheid komt boven water, weet je wel. En dit heb ik niet alleen voor mijn broer en mij. Maar ook voor mijn ouders, weet je wel. Mijn ouders hebben daar niet mee hoeven te maken, gelukkig. Maar die wouden ervoor zorgen dat het goed ging met ons, weet je wel. En dat wij op een normale manier konden leven. En dan gebeurt dit. Ja, dus dat gevoel heb ik wel. Want wat er gebeurt, gebeurt er. Maar de waarheid komt gewoon boven tafel. We hebben slachtoffers gesproken. En die zeggen van, we zijn heel boos. En denken zelfs na om misschien een zaak te starten. Ja, ik vind het heel begrijpelijk dat die stappen worden overwogen. Ik kan me voorstellen dat je civielrechtelijk wel iets zou kunnen. Maar ik snap de gedachte, en dat is misschien het belangrijkste, ik snap de gedachte heel goed. Dat je denkt, hey, overheid, je hebt door die lijst te verstrekken in het dossier, heb je mij eigenlijk een soort doelwit gemaakt. En ja, dat is natuurlijk niet wat je als overheid wil. Je wil juist beschermen en niet erger maken. Ontsnapt de bommeler Waard ooit nog aan de greep van de cocaïne-maffia?
Volgens de politie krijgen nog altijd zo'n 300 mensen beveiliging. En volgens het Openbaar Ministerie leven meer dan 100 gezinnen in angst voor nieuwe aanslagen. En ondanks dat het veiligheidsrisicogebied is opgeheven, hangen nog overal camera's. En is de aanwezigheid van particuliere beveiligingsdiensten ongekend groot in het gebied. Heerst hier dan een angstcultuur? Nee. Mensen hebben echt wel vertrouwen in de overheid. Want we doen ook alles aan om de veiligheid van de mensen echt te garanderen. Het is nu gelukkig rustig. En ik hoop ook dat het zo blijft tot, denk ik, dat na de veroordelingen van de verdachten. Dan hoop ik dat het daarna helemaal rustig blijft. Maar mensen zien wel dat we er alles aan doen om die veiligheid te garanderen. Dus angstcultuur is er niet. Want ik heb de Maasdrielenaren ook wel leren kennen als een nuchter volk. Die erg veerkrachtig is. En die ook niet zomaar aan de kant gaan. Maar ik durf sinds de aanslag durf ik ook niet meer zonder kleding op bed te liggen. Nu heb ik gewoon een broek aan, ik heb gewoon sokken aan, ik heb gewoon een t-shirt aan. En zo lig ik in bed, omdat ik gewoon bang ben dat mocht er nog iets gebeuren, dat ik weer op straat sta zonder kleding. Henry en zijn broer zullen worden gecompenseerd door de verzekering. Zo werd kort voor deze uitzending bekend. De verdachten van de brandbommen die de Hedelse woning verwoestten, komen deze maand voor de rechter. Hoofdverdachte Ali G. is in juni aan de beurt.